Zondag 8 maart. Dit is Hart van Nederland. Met Annemarie Bruning en Mirella van Marcus. In Zutphen in Gelderland zijn ze een nationaal kampioen rijker. Jaap Verhagen won de titel beste grasmeester van Nederland. Jaap, die voor de gemeente werkt en de plaatselijke voetbalvelden onder zijn hoede heeft, versloeg onder meer de grasmeester van Ajax. Ja, meneer Verhagen, hoe is het om de beste grasmeester van Nederland te zijn? Voelt heel fijn. Ja, het was een bijzondere dag gisteren, denk ik, of niet? Het was een hele bijzondere dag. Dat is eigenlijk wel bijna bizar te noemen. Gisteren pakte Jaap de titel. Hij volgt daarmee de veelgeprezen grasmeester van Feyenoord op die vorig jaar won. En versloeg die van Ajax, zodat de Amsterdammers weer een titel aan hun neus voorbij zien gaan. En ik heb hier zo'n eenvoudig gutsje. En daar haal ik dan een monster mee uit de grond. En daar kan ik al heel veel dingen uithalen. Feyenoord al gebeld, Ajax, PSV. Om u weg te kapen hier? Nee hoor, zal het niet gebeuren. Nee? Ik heb een prima baan waar ik heel veel kwijt kan. Hè. U bent op uw plek hier? Ik heb een prima werkgever. Het gras bij de buurman is niet altijd groener, hè? Nee, dus prima werkgever. Ook namens de club. Super. In Zutphen zijn ze maar wat blij met Jaap en zijn groene vingers. Super mooi. En ook de jongens en meiden van FC Zutphen, een van de clubs waar Jaap de velden verzorgt, kunnen nu trots roepen dat ze op een van de beste grasmatten van Nederland spelen. Wel cool, want het is zo'n klein plaatsje. Dus ja, wel vet. Maar wel eentje met de beste grasmeester van Nederland. Ja. Nog beter dan die van Ajax. Ja, maar ik ben van Feyenoord. Oké, ja. Nog leuker dan, toch? Ja. En u ziet het, de goals vliegen hier ook nog eens extra mooi in. U begrijpt het, Jaap wordt op handen gedragen. Heeft u niet heel veel aandacht gehad inmiddels? Te veel. Haast te veel. Zullen we hier dan maar mee stoppen? Ik vind het helemaal goed. Ja, en tot zover deze uitzending. Het laatste nieuws van Hart van Nederland volg je de hele dag online via onze app.